Exact 50 jaar geleden raakt ons land in de ban van een typisch Belgisch dossier. De splitsing van de Leuvense Universiteit. Een tweetalige universiteit op dat moment, maar wel gevestigd in Vlaanderen, in Leuven. De Leuvense Universiteit was in 1968 nog altijd een tweetalige universiteit. En de universiteit had zelfs grote plannen om die tweetaligheid nog groter te maken en nieuwe vestigingen te bouwen in de driehoek Brussel-Leuven-Waver. Dus niet alleen in het Leuvense zelf. Dat was iets waar Vlamingen en vooral Vlaamse studenten het erg moeilijk mee hadden. En in januari 1968 start als het ware het oproer in Leuven met de slogans Leuven Vlaams en vooral Walen Buiten. Een slogan die nog altijd heel erg doordringt in het Franstalige landsgedeelte, omdat hen dat aan andere tijden doet herinneren. Die Leuvense universiteit is in dat jaar, het is uiteindelijk 1970 geworden, ook uiteindelijk gesplitst. Maar het heeft wel heel veel voeten in de aarde gehad eer het zover is kunnen komen. Het dossier Leuven-Vlaams heeft grote politieke gevolgen gehad. In februari 1968 valt de regering van den Boeijmans over deze zaak. Na een interpellatie hier in het parlement van Jan Verrooken, de man die uit Ronsen kwam en in Oudenaarde eigenlijk actief was als christendemocraat, was de fractieleider ook hier. En de jaren die daarop volgen wordt een regering gevormd, de regering Eyskes, die dit land in zijn definitieve plooi zal leggen. Het wordt een federale staat met België, maar daaronder een aantal deelstaten, gewesten, gemeenschappen, Vlaanderen, Wallonië, Brussel, de Franse en de Vlaamse gemeenschap. In die jaren is de architectuur van het land zoals we het nu kennen eigenlijk vastgelegd. En dat is trouwens ook het belang van dat hele dossier Leuven-Vlaams, dat een katalysator was voor de taalstrijd die al jaren aan de gang was in België. Nu, meer informatie vindt u op vrtnieuws.be en u zal er ook een exacte tijdlijn vinden van wat zich 50 jaar geleden heeft afgespeeld.